Welkom bij Boost, de podcast waarin jij leert hoe je een gezonde relatie met je eigen lijf ontwikkelt. Zo voel jij je eindelijk weer beter in je vel en kan je alles uit het leven halen. Ik ben Céline, ik ben diëtiste. En ik ben Goedroen, psycholoog en personal trainer. En dit is de Boost Podcast. Welkom bij aflevering 14 van de Boost Podcast. Ondertussen zijn we februari, dus we zijn eigenlijk heel benieuwd hoe het gaat met jouw goede voornemens. Een veel voorkomend bericht dat we krijgen in onze Instagram-inbox is dat mensen wel sturen van Céline, dat gezond eten, ça va, ik kan me een draai daar wel in vinden, maar ik ben een echte emo-eter. Dus we dachten, we gaan het in onze podcast ook hebben over emo-eten. Ja, dat blijft wel een van de dingen dat het meest in onze inbox belandt. Ja. Mensen die zeggen van, kijk, ja, meestal lukt het mij wel, maar als ik mij slechter voel, of als ik bijvoorbeeld mijn regels heb, of als er iets gebeurt, dan grijp ik heel snel naar eten, eigenlijk, als troost. Klopt. En heel veel mensen vragen aan ons van, ja, hoe geraken wij daar nu eigenlijk vanaf? Wat kunnen we daar aan doen? Daar is eerst en vooral geen eenduidig en easy antwoord op. Hè. Daar moeten we best wel wat nuance voor geven. Maar allereerst is het belangrijk om te weten dat er een groot verschil is tussen een eetbui en emo-eten, dat wordt zo vaak door elkaar gehaald. Ja, ja, ja. En emo-eten is wanneer dat je, dus wat het woord eigenlijk zegt, heel eenvoudig, eet uit emotie. Ja. Wanneer dat je niet triest bent. Ja, ja, inderdaad, wanneer dat je niet eet uit honger. En eetbui gebeurt bijvoorbeeld vaak wanneer dat mensen op dieet zijn, door een restrictie bijvoorbeeld, dat ze te lang wachten bijvoorbeeld met te eten, totdat ze op de hongerschaal op 1 zitten. Dat ga ik straks even verder uitleggen. Maar dat je eigenlijk echt zo honger hebt. Dat je voelt gewoon, mijn maag is echt aan het grommen. Of ik heb echt heel veel honger. Dan gaat je jezelf vaak overeten en heb je heel vaak een eetbui. Dus een eetbui is echt dat je grote hoeveelheden eet op korte termen, op korte tijd. En emo-eten is eigenlijk dat je eten gestuurd wordt door een emotie. Soms zijn vallen die twee samen. Hè. Vaak wordt een eetbui getriggerd door een emotie. Start je eigenlijk te eten uit emotie en mondt dat omdat je eigenlijk omdat je vaak denkt, op dieet bent. Ja, in een eetbui. Ja. Dus die twee komen heel vaak samen voor. Maar het is wel heel belangrijk om aan te geven dat eigenlijk emo-eten op zich helemaal geen probleem is. Nee, want eigenlijk in de opvoeding, hè, denk maar bijvoorbeeld als kind, je valt van je fiets, zeg maar iets. En wat je heel vaak als kind gaat doen, is wenen. En je herinnert je waarschijnlijk wel dat je mama zegt, of je herinnert je misschien dat je dat zelf als mama doet, is dat je tegen je kind zegt, hier is een koekje. Althans, vroeger werd dat echt heel veel gedaan. Eigenlijk, als ik daar verder over nadenk als psycholoog, wordt er vaak gezegd, niet wenen, hier is een snoepje. Ja. Stoppen we wenen. Maar daar word je eigenlijk al een klein beetje geleerd vaak van, je mocht je emoties niet uiten, eet maar iets om jezelf te troosten. Ja. Waardoor dat eigenlijk heel natuurlijk is als je opgroeit dat je vaker naar eten gaat grijpen als troost. Terwijl eigenlijk in eerste instantie laat je kind gewoon eens goed janken. Ja, en dan? En dan gaat het vaak ook al beter. Maar dat is zoiets, dat is heel natuurlijk. Hè. Het is niet dat je een slechte mama bent als je een kind een snoepje geeft. Absoluut niet. Absoluut helemaal niet. Ik was altijd blij met mijn snoepjes als ik klein was. Bij de dokter kreeg ik zelfs een snoepje als ik een spuitje kreeg. Dat vind ik wel waanzin. Ja. Dat kreeg ik niet bij vroeger, de dokter. Want ik vond bijvoorbeeld spuitjes krijgen verschrikkelijk. En als ik dan flink was geweest, dan kreeg ik een snoepje. Uiteindelijk zijn die overgeschakeld naar zo een klein speelgoedje als je flink werd geweest. Ja. Misschien ook omdat dat bij de dokter zo snoepjes geven niet zo'n goed idee was. Nee. Maar ik vind dat wel zo eigenlijk heel vaak wordt er eigenlijk aangeleerd aan kinderen, ook op school en zo, om eten eigenlijk als troost te gebruiken. Klopt. Dus dat is helemaal niet zo raar en ook niet helemaal fout. Klopt, want eigenlijk wat er gebeurt is dat we het dus van jongs af aan, we hebben een figuur dat ons gaat troosten met eten. Dus onze mama of onze papa geeft ons eten. En naarmate dat we ouder worden, hebben we vaak die figuur niet zo kort in ons leven meer, dat als wij een keer een tegenslag hebben, dat iemand daar klaar staat, hier is eten. Dat doen we niet. Dus wat we zelf gaan doen, is dan zelf eigenlijk een copingmechanisme gebruiken. Ja. Dus wij gaan die troost zelf in voeding zoeken door het zelf te gaan nemen. Eigenlijk als je dat gewoon puur gaat bekijken vanuit je opvoeding. Kinderen gaan van nature, als ze verdriet hebben,
dat altijd uiten en die gaan troost zoeken bij de mama. Klopt. Die gaan roepen mama, mama of papa, papa, kan ook. maar die gaan troost zoeken bij een persoon. Die worden dan vaak, ja, soms hebben die geen tijd of soms zijn die met iets bezig. Dus die gaan een snoepje krijgen als troost in de plaats. Als je ouder wordt, hoeveel mensen zijn er die eigenlijk hun, in eerste instantie hun emoties gaan uiten bij anderen? Mm-hmm. Niet veel. Nee. Mensen gaan eerst, gaan dat vaak niet uiten, gaan dat binnenhouden. En dan is eten eigenlijk voor heel veel mensen het eerste copingmechanisme waar ze naar grijpen. Mm-hmm. Dus baby's doen dat van nature bij andere figuren om zich heen. En hoe ouder je wordt, hoe minder snel dat je geneigd gaat zijn om eigenlijk troost te zoeken bij anderen. Mm-hmm. Maar je gaat eerder troost zoeken bij voeding of op andere manieren. Klopt. Het is op zich geen probleem. Ik merk bijvoorbeeld, vorige week hebben we ook een hele week opnames gehad. Ik was doodmoe, ik was super gestresseerd. En ik heb dan ook meer emo eten. Ik heb meer chocola gegeten, ik heb ongezonder gegeten. En ik voel ook van, oké, dit was echt geen eten gestuurd vanuit hongeren, maar echt gewoon vanuit, ik heb emotie. Nu gewoon zin om te genieten. Mm-hmm. Even rust. Maar wat vaak gelinkt wordt aan emo eten is slecht. Hè? Mm-hmm. We denken, emo eten is slecht, want we gaan ervan bijkomen. Ja. Dat is een beetje wat de dieetcultuur heeft gecreëerd. Dat is een fikte reden waarom dat we emo eten slecht vinden. Maar als we puur gaan kijken, bijvoorbeeld Goederen met onze eerste masterclass, die was uitverkocht binnen de 12 uur, denk ik. Ja. Het eerste wat wij naar elkaar stuurden is, we gaan champagne drinken. Mm-hmm. Om dat te vieren. En ook dat is emo eten. Dat is ook een manier om te gaan met je emoties, want je bent blij, je wilt dat vieren. Mm-hmm. Denk maar aan een verjaardag. Taart. Mm-hmm. Dat is ook emo eten, want je hebt iets te vieren, je bent blij. Mm-hmm. Dus ik denk dat het al heel belangrijk is om aan te geven, emo eten wordt door de dieetcultuur aanzien als iets slecht, maar weet dat er in emo eten eigenlijk niet in C iets slecht zit. In C zit er niks slecht in, maar doordat er u geleerd wordt dat het iets slecht is, dan niet wacht. Want je kunt duizenden artikels vinden om hoe dat je eigenlijk emo eten moet onderdrukken en weet ik veel wat. En uiteindelijk is het heel belangrijk om in eerste instantie te begrijpen, emo eten is niet iets om je schuldig over te voelen. Nee. Emo eten toont aan dat jij emoties hebt waar dat jij mee moet leren omgaan. Ja. Als je voeding je enige copingmechanisme is en je dan op dieet bent, dan heb je vaak een probleem. Want wat gebeurt er wanneer dat jij emo eet? Dus als jij gaat een stuk chocola eten omdat jij verdriet hebt, maar je bent op dieet en je denkt, shit, ik heb iets misgedaan. Heel vaak is er dan zo die klik in je hoofd dat denkt van, ja, nu is het toch al verpest. Ja. En morgen ga ik terug op dieet, dus kan ik beter nu even goed die kast helemaal leeg eten. En dat is het wat de hel effect, denk ik, wordt dat genoemd. I don't care anymore, gewoon die hele koekenkast leeg. En daar gaan mensen de mist in. Terwijl als jij gewoon even troost nodig hebt, zoals ik bijvoorbeeld deze weekend, ik heb dan zelf ook, ik denk vrijdagavond, had ik zoiets van, ik heb echt zoveel zin in chips. Ik heb dan gewoon chips gegeten en dat was het. Mm-hmm. Maar het is daar ook gewoon bij gebleven. Het verschil omdat ik me niet schuldig voel. Wel, het verschil is, je maakt er verder geen probleem van, waardoor dat je heel gemakkelijk je gezonde gewoonte in een normale situatie terug kunt herpakken. Mm-hmm. Het is vanaf dat jij er een probleem van gaat maken en in je hoofd de verdere gedachten gaat vormen. Ik ga nu bijkomen, ik heb iets misgedaan, ik had dat niet mogen doen. Het is dan wanneer het heel moeilijk is om effectief nog zo terug op de rails te komen. Ja, want je gaat dan vaak denken van, zie, het ligt aan mij, ik kan dat dieet niet volgen, fuck it. Ik heb geen karakter. Ik heb geen karakter. Terwijl, tuurlijk heb je wel karakter. Je hebt gewoon emoties waar je mee moet omgaan. En als dat is op een bepaald moment door chocola te eten, dan is dat oké. Mm-hmm. En het is belangrijk om gewoon te aanvaarden van, als een kind bijvoorbeeld verdriet heeft, ga je niet zeggen, zeg niet zeveren. Allee, ja, sommige mensen zeggen dat wel, dat is ook niet de bedoeling. Maar ik bedoel maar, als een kind troost nodig heeft, ga jij als mama je kind troost geven. Ja. Maar als je als volwassene troost nodig hebt, moet jij jezelf ook die troost geven. En niet boos zijn op jezelf, omdat je troost nodig hebt. Nee, je bent geen robot, je bent mens met emoties. Ja. En ja, het is verstandig om op zoek te gaan naar andere copingmechanismen als dat je enige copingmechanisme is, want dat is vaak het probleem. Ja. Dat mensen eigenlijk niet over hun emoties praten, eigenlijk vaak niet eens echt een idee hebben wat er in hun omgaat. Dus als je merkt van, ik ben echt een emo-eter, de eerste stap dat je vaak al kunt zetten om daar beter mee te leren omgaan, is om eigenlijk eens op zoek te gaan,
Welke emoties of welke gebeurtenissen zorgen er nu net voor dat gebeurt? Vaak is daar een lijn in te zien. Bij mijn cliënten in mijn diëtistenpraktijk zat daar vaak wel een stramien in. Ja. Want dan vroeg ik om een dagboekje bij te houden. Mm-hmm. En je gaat nu denken, oh nee, het was geen eetdagboek. Nee, dat is niet... Een emo-dagboek, dat klinkt ook echt super negatief. Maar een emotiedagboek, inderdaad. Ja. Dus ik vroeg wel van... schrijf op wat je eet. Mm-hmm. Schrijf op hoe dat je je daarbij voelt. En als er als je dat een week of twee weken bijhoudt, kun je daar eens op gaan terugkijken. Wat zijn de situaties waarin ik emo eet? Mm-hmm. Is dat altijd na het werk omdat ik gefrustreerd ben over mijn baas? Dan zit daar het probleem en is daar hetgeen waar dat jij een oplossing voor moet zoeken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet altijd zo... Met een vingerknip van... Je kunt niet altijd alles zo oplossen. Nee, ik had pas iemand die stuurde... Céline, ik heb een kindje van zoveel weken. Of een babytje van zoveel weken. Ik ben echt heel moe. Ik ben vermoeid. En daarom doe ik aan emo eten. Maar wat kan ik dan aan die vermoeidheid doen? Ja, als die kindje... Echt, slapen, maar ja. Maar dat gaat niet. Met dus een baby. Het ding is, daar is niet altijd een oplossing voor. In de meeste gevallen wel. Stel dat je bijvoorbeeld... s'avonds in de zetel zit en uw emotie is verveling. Dat kan ook een emotie zijn. Dat je je echt zo down voelt en verveelt. Dat je uit die emotie gaat eten en dan is het eigenlijk je emotie... is dus bijvoorbeeld dat je triest bent of dat je je verveelt. En daarvoor zou je eens moeten kunnen gaan kijken... Wat kan ik hieraan doen om mij terug beter te voelen? Ja, bij heel veel mensen is een emotie die heel triggerend werkt ook eenzaamheid. Ja. En dan gaan ze vaak eten zoeken als troost. Terwijl je eigenlijk connectie nodig hebt met anderen. Exact. Dus ik heb dat heel vaak gedaan vroeger. Dat ik eigenlijk... ging emo eten uit eenzaamheid, omdat ik me alleen voelde. En eigenlijk door meer te gaan praten met anderen, door sneller een vriendin te bellen als ik mij niet goed voelde, door meer connectie te zoeken met anderen, is dat eigenlijk verdwenen. Omdat ik die eenzaamheid niet meer wegeet. Want je kunt eenzaamheid niet wegeten. Nee. Want als je stopt met eten, is die eenzaamheid er terug. En dat is het vaak het probleem. Maar voor een paar minuten je probleem op. Hè? Terwijl... Dat is heel belangrijk. Van, ga bij jezelf eens kijken, wat zijn de triggers? En vaak is dat bijvoorbeeld op een vrijdagavond helemaal alleen zijn. Ja, voor veel mensen hangt je daar ook aan. Zo, nu ben ik zielig. Terwijl als je eraan hangt, ik wil eigenlijk eens op vrijdagavond goed voor mezelf zorgen. Ja. Een bad pakken, een goede serie kijken. Het is ook vaak je hoofd dat er iets negatiefs van kan maken. Ja, absoluut. Dus bij jezelf eens gaan zoeken, van wat zijn die triggers van dat emo-eten? En is er een andere... Manier. Strategie om daarmee om te gaan. Ja. Als jij vermoeid bent en je kluipt elke avond pas in je bed om 1 uur en je moet opstaan om 6 uur, dan moet je gewoon vroeger gaan in je bed slapen. Kruipen. Ja. Als je merkt van ik ben overstrest van op mijn werk, probeer dan een andere manier te zoeken om te ontstressen. Ga eens wandelen, probeer eens aan mindfulness te doen. Ja. Probeer andere manieren te zoeken om die stress te verminderen. Ja. Als je merkt van ik heb verdriet, ik ben eenzaam of ik ben boos, praat. Mm-hmm. Als er één ding is dat veel beter werkt dan eten, is het praten. Ja, absoluut. Echt, dat is hetgene wat mensen het minst graag doen vaak. Maar eens dat je dat leert te doen, dat is echt hetgene wat echt de tip nummer 1 is tegen emo eten. Praten. Mm-hmm. Want emo eten is een manier van internalisatie van je problemen, omdat je emoties wilt binnenhouden. Ja. Zorg ervoor dat je emoties kunt uiten naar anderen toe. En dat gaat er ook veel meer voor zorgen dat je minder geneigd gaat zijn om te emo-eten, omdat je emoties een plaats kunt geven. Omdat je emoties durft te laten zijn en durft uit te spreken. Dat is zoals, je kunt dat vergelijken met een ballon, dat je ze onder water probeert te drukken. Als je verdriet voelt en je gaat dat proberen onderdrukken door te eten, dat gaat terug bovenkomen. Ja. En je gaat proberen blijven te gaan eten. Dat zijn vaak mensen die dag in dag uit thuiskomen en te beginnen eten uit gewoon omdat ze een vorm van gemis of verdriet of zo voelen. En je gaat die een ballon niet beneden kunnen houden. Klopt. Zorg ervoor dat die een plaats krijgt. Ik had bijvoorbeeld... Ja, ik ben zelf psycholoog. Mm-hmm. En ik merkte de laatste tijd bij mezelf dat ik ook terug echt wel veel begon te emo-eten. Dat is van mij ook gewoon een copingstrategie. Mm-hmm. En ik heb zelf ook een psycholoog gezocht. En ik ben daar ook tegen vrienden over beginnen praten. Omdat ik zelf ook heel hard worstel met het gevoel van eenzaamheid momenteel. Ja. Ik woon helemaal alleen in een groot huis. En met mij is dan een hele grote trigger. Maar doordat ik daar nu over praat, merk ik zo snel al een vermindering in die drang om te eten. En ik denk dat is wat mensen moeten beseffen van... Als je emo eet... zijn die kwaad op jezelf? Er is een onderliggende reden waarom dat je dat doet. En die reden is heel belangrijk om te gaan begrijpen. Ja.
om er dan ook een gevolg aan te geven, om een manier te zoeken om met je emoties om te gaan. Want uiteindelijk, het lost je emoties niet op. Nee. En kwaad zijn op jezelf, omdat je emotie eet, lost het al helemaal niet op. Nee, want dan gaan we vaak met schuldgevoelens in bed kruipen en de volgende dag terug alle moed bijeensprokkelen. Kom aan, we gaan terug op dieet. Is dat dan ook wel maar een beetje. Maar die emoties vaak? Zitten daar dan nog. Maar de emoties dat is het probleem. Zitten. Ja, exact. Ja. Dus het is echt op zoek gaan naar een manier om met die emoties te handelen. Wat ik ook wel tegen een cliënt een keer heb gezegd, is als je heel objectief kijkt naar emo-eten, gaat je misschien ook wel zien dat u door heel moeilijke situaties heeft geholpen. Soms is eten echt wel even de oplossing. Zoals even ze zei toen tegen mij, van ja, nu dat je zegt dat inderdaad een hele mooie manier ook kan zijn om met je emoties om te gaan, want het is niet altijd slecht. Zij zei, dat helpt mij bij het verwerken van mijn... Die papa was gestorven. Ze zei van, nu kijk ik daarop terug en kan ik daar inderdaad objectief naar kijken van... Dat was toen mijn manier om mij een klein beetje beter te voelen. En ik omarm dat ook. Ja, in plaats als je van dan kwaad te zijn. Is dat iets mooi? Want uiteindelijk, eten, genieten, is ook een vorm van troost. Is ook een vorm van comfort. Ja. Waarom geeft je anders een snoepje aan een kindje? Omdat het ook wel helpt. Ja. Als het niet zou helpen... Uiteindelijk moet je emoties een plaats geven. Uiteindelijk moet je dat verdriet verwerken door erover te praten, door dat een plaats te geven. Exact. Het is niet de enige oplossing. Maar het kan op momenten dat je echt overweldigd bent, wel, als je er open voor staat, zorgen voor een gevoel van comfort. Ja, dus zolang dat jij je daar niet schuldig over voelt, is dat eigenlijk helemaal niet zo'n groot probleem. Nee. Want als je naar elke Amerikaanse tv-serie kijkt en je ziet, er is een break-up geweest, echt... Bijna altijd staan ze daar met een pot Ben & Jerry's. Maar echt, exact. En bij mij en mijn vriendinnen, ik weet dat nog, als het bij mij gedaan was met mijn vriend, stond er ook een vriendin die week zelf aan de deur met een pot Ben & Jerry's. En dan ben ik dus oprecht echt blij dat ik die pot Ben & Jerry's heb. Ik heb dan ook vrienden om mee te praten, maar op die moment is dat voor mij zoiets van... Dat geeft gewoon een gevoel van comfort. Want stel, uw beste vriendin... stel, jij stuurt naar mij, Céline, ik voel me niet goed. Oké, bij u zal ik afkomen met een pot Ben & Jerry's, maar ik weet ook dat dat niet het enigste is. Ik weet dat jij dan ook nood hebt aan een babbel, om eens even te bellen. En als vriendin zijnde ga ik u niet alleen een pot Ben & Jerry's geven, zoals dat jij bij je eigen misschien wel zou doen, maar ga ik met u babbelen. Ja. En ik denk dat je ook altijd moet kijken van, oké, in deze situatie, wat zou ik tegen mijn beste vriendin zeggen? En met je beste vriendin zou je gaan praten. Je zou het niet direct het met eten willen oplossen. Je zou niet zeggen als u... Oké, jij bent echt in een andere situatie. Want bij u zou ik echt een pot Ben & Jerry's opsturen. En je zou echt wel... Je zou er echt gelukkig van worden. Wat ook wel is. Maar je zou het altijd als goede vriendin daar ook mee willen babbelen. Om je vriendin beter te voelen. Je gaat niet gewoon een pot geven hier en zo. Ja, dag en bedankt. Want hier moet jij mee omgaan. Ja. Die pot Ben & Jerry's, dat gaat je helpen om met je emoties om te gaan. Zo werkt het niet. Dus ik zeg ook altijd van, kijk eens wat je tegen je beste vriendin zou zeggen in diezelfde situatie. En zeg dat ook tegen jezelf, want vaak tegen je beste vriendin praat je liefdevol. En dan moeten we ietsje meer leren tegen onszelf ook te doen, is dat liefdevol praten. We zijn veel te streng voor onszelf. Heel, heel streng. Je gaat nooit tegen een vriendin die net een break-up heeft gehad en het genieten is van een ijsje, ga je ook nooit zeggen, zeg stomme trut, je hebt echt geen karakter. Exact. Maar tegen jezelf wel. Exact. En dat is zo gemeen. Maar en een kind moet zich niet schuldig voelen als het gevallen is en een koekje krijgt, maar wij moeten ons wel schuldig voelen, maar... Wees gewoon lief voor u. Allee, wees wat... Behandel jezelf als je beste vriendin. Het ding is, wij kunnen het u ook niet kwalijk nemen dat je u zo voelt, want het is wel de maatschappij dat er een zwaar probleem van maakt. Hoeveel artikels dat ik zie leren omgaan met emo-eten. Ik had pas, ik weet niet of het een mopje was, maar dus iemand gezien die dus zei van, ja, bij emo-eten pas gewoon de strategie van met corona toe, 1,5 meter afstand. Ja, ik hoop dat dat echt als mopje was bedoeld. En anders is het echt een heel slecht advies, want dat is niet... Dat is niet 1,5 meter afstand van je emoties. Maar eigenlijk is hetgene wat je net moet doen, zo dichtbij mogelijk je emoties komen exact. En ze laten zijn. En ze laten zijn. Jezelf credit geven van, je voelt je even slecht en het is oké. Maar hoe komt dan dat in onze maatschappij... Emo-eten zoiets verankerd als slecht? Omdat dat geassocieerd wordt met bijkomen en omdat wij eigenlijk in een maatschappij leven waar iedereen altijd happy, lucky moet zijn, je moet altijd doen alsof alles oké is. En als je ook maar emoties hebt die je moet wegeten, dan is er een probleem met je. Dus wij leven ook een beetje in een maatschappij die het moeilijk maakt om eigenlijk te laten zien van,
Het hoeft niet altijd oké te zijn. Maar bijkomen, nu dat je het hebt over bijkomen, bijkomen wordt echt al zin het ergste aanzien wat er kan gebeuren. Hè? Dat wordt... Maar ik had een tijdje geleden ook nog met iemand gepraat en die zei ook, die had dan een eetstoornis en die had letterlijk tegen mij gezegd van kijk, op die moment was het ofwel mijn eetstoornis ofwel was ik er niet meer geweest. Want als ik dat eten op die moment als troost niet had gehad, dan wou ik er niet meer zijn. En soms, dat is een heel extreem voorbeeld, maar als het eten ervoor zorgt dat de pijn even draaglijk is, ja, waarom zou je daar dan kwaad voor zijn op jezelf? Dus ik denk dat dat ook een beetje het ergen is van... oh nee, als je ergens van bij komt, ja, maar als je moet kiezen tussen nu rot slecht voelen of gewoon even comfort hebben met een kilo meer, ja, sorry, maar dan is dat toch zo erg niet? Nee, maar ik weet dat er mensen zijn die nu gaan zeggen, jawel, een kilo meer is voor mij wel erg, maar weet ook al gewoon dat wanneer dat je leert omgaan met emo-eten, dat algemeen je voedingspatroon gezonder wordt. Want het is net die factor dat je denkt van ik mag niet emo-eten, dat ervoor zorgt dat je gaat overeten. Ja. Ja. Want ja. Als ik emo-eet, ik eet gewoon totdat ik ook echt effectief genoeg heb en ik steek dat terug weg. Exact. Terwijl iemand, een diëter, die denkt van ik ben iets mis aan het doen, gaat heel vaak de neiging hebben om nog snel meer te eten, want morgen moet je terug op dieet. Ja, dat is echt zo dat effect van morgen mag ik het niet meer, dus ik ga nu alles eten. En als je ook daar verder op gaat inzoomen en als je daar aan mensen gaat vragen, ja, maar geniet je er dan van? Dan zeggen ze, nee, ik ben gewoon breinloos. Aan het eten. Ja, wat niet wil zeggen dat je altijd moet emo eten. Hè? Je moet eerst en vooral echt wel in contact leren staan met je emoties. Die gewoon er leren laten zijn. Daarover leren praten, wat voor veel mensen heel moeilijk is. Maar praten werkt. Dat is gewoon zo. Heel hard. Ja. Of zoek andere manieren om met je emoties om te gaan. Wees eens lief voor jezelf. Plan eens een dag vrij. Neem een bad. Ik wou zeggen, drink een glasje wijn, maar dat is ook emo eten. Emo drinken. Emo drinken. Maar probeer gewoon voor jezelf ervoor te zorgen dat je eigenlijk in plaats van één copingstrategie, emo eten, dat je er verschillende hebt waaruit je kunt kiezen. Ik zeg vaak ook aan mensen, van zorg dat je een lijstje hebt van dingen dat je goed kan voelen. Ik wou net hetzelfde zeggen. Een SOS-lijstje voor als je voelt van ik ga emo eten, van dingen waarvan dat je weet dat je comfort kunnen bieden. Ja. Iemand opbellen. Een kleine wandeling buiten gaan maken om even je hoofd leeg te maken. Bij mij is dat sporten. Bij u is dat een bad nemen. Ja. Bij mij is dat ook wel een bad nemen. Maar zorg ervoor dat je een lijstje hebt van activiteiten waarvan dat je weet van dit zijn eigenlijk allemaal verschillende copingstrategieën waaruit ik kan kiezen. En emo-eten is er daar één van, maar ik kan er ook andere proberen. Zodat je een breed scala hebt eigenlijk aan copingstrategieën om met bepaalde problemen om te gaan. Want bijvoorbeeld praten is een van de beste dingen dat je kunt doen, maar soms zijn er situaties waarin er even niemand beschikbaar is. Nee, als ik moe ben, dan wil ik ook gewoon niet praten. Ja. En dan moet ik... En dan moet je in je bed kruipen. Dus slapen is ook een copingstrategie. Dat is echt. Of in bad even gaan kruipen. Of gewoon even mindfulness doen. Maar zorg voor jezelf gewoon dat je meerdere... En steek die niet in je hoofd. Want op de moment... Schrijf het op. Ja, op de moment dat je een bepaalde emotie hebt, gaat jij niet in je hoofd kunnen nadenken, ah ja, wat was dat nu meer? Dan moet je dat echt op een papier... Of, ik zeg ook wel vaak, in je gsm, dat je het ook mocht steken. Ja, ik laat klanten letterlijk in hun gsm of op een papiertje een lijstje maken van, oké, als je je slecht voelt, dit en dit en dit en dit zijn dingen dat je kunt doen. En de laatste stap is vaak ook gewoon emo eten daarin. Ja. Maar soms zeggen ze van, oké, dan probeer ik die dingen en dan helpt het. En soms helpt het niet en dan emo eet ik nog altijd. Maar als het 8 van de 10 keer wel helpt om die andere dingen te doen en je gaat nog 2 van de 10 keer in plaats van alle 10 keren een keer in de koekenkast duiken, dan is dat ook helemaal geen ramp. Nee. Dan heb je dat op die moment gewoon nodig. Punt. Mm-hmm. En dan is dat ook geen ramp. Mm-hmm. Maar dan heb je wel al die andere keren een andere strategie kunnen maken. Exact, exact. Het is ook achter dat emo-eten... de dieetindustrie speelt daar ook weer wel op in. Hè? Dus daar zit ook weer een hele grote geldmachine achter. Want als hun iets van marketing gebruiken rond emo-eten en een verhaal gebruiken waarin dat jij jezelf volledig herkent, van ik ben een echte emo-eter en je ziet dan verhalen van anderen die je voor zijn gegaan, die zeggen, ik was een eeuwige emo-eter en nu doe ik niet meer aan emo-eten, dan denk je, oh ja, dat programma heb ik ook nodig. We gaan dat dieetprogramma doen. Maar uiteindelijk, op het einde van de rit, die leren u bijna nooit omgaan met je emoties. Nee. Die gaan leren u lostrekken van je emoties. En dat kan even werken. Ja. Even. Ja. Maar dat komt altijd terug boven. Die schemakjes, dat is ook een manier, denk ik, vaak. Diëten is ook een vorm van
Ja, ik kan dat niet emo eten noemen, maar is ook een manier om je los te trekken van je emoties, exact. Omdat je alleen maar bezig moet zijn met getallen en dat schema volgen. Ja, je bent zo bezig met je gewicht en met je eten en met zoveel eten, dat al je energie vergt. Dus je kunt niet nog energie hebben om je emoties juist aan te voelen. Bij mij is dat ook op een periode waarin ik het heel moeilijk had. Ik heb orthorexia ook gehad, waarbij ik echt alles stelde. Kun je misschien uitleggen wat orthorexia is? Ja. Want ik denk niet dat iedereen dat weet. Orthorexia is... Ja, dus ik heb eerst anorexia gehad, dan bulimie. En dan orthorexia is eigenlijk heel gezond eten, extreem gezond eten. Dus ik telde elke calorie, elk rijstkorreltje. Ik had extreem gezond elke dag exact dat aantal calorieën en allemaal gezonde, natuurlijke producten, blablabla. Bla, bla. Maar doordat ik daar zoveel mee bezig was, hoefde ik ook niet bezig te zijn met mijn emoties. En dat werkt tijdelijk, totdat je eraan onderdoor gaat. Totdat die emoties zo zwaar worden dat die er toch een weg uitvinden. En als ik daar dan mee stopte, dan werd ik ook vaak echt wel even overweldigd door emoties. En mensen merken dat ook vaak als ze een dieet loslaten, dat ze even een fase hebben dat het zo... Dat je even overweldigd ook kunt zijn door emoties, omdat je die zo lang hebt onderdrukt. Maar ook dat gaat weer over. Ja. Als je dat even laat zijn, en dan kun je ze effectief verwerken. Ja. En dan gaat dat ook wel weer over. Maar bij mij was dat heel hard ook een vermijdingsstrategie. Diëten was ook gewoon een strategie om emoties te vermijden. Klopt. Nu dat je dat aan het vertellen bent, doe mij dat herinneren aan een hele mooie YouTube-video. Die dat wij ooit ook tijdens een masterclass hebben laten luisteren. Je kunt die op YouTube vinden op What Every Girl. We zullen die anders ook nog Op de website zetten. Ja. Echt, van ik bekeek dat filmpje en je moet hem echt gaan kijken. Ik bekeek dat filmpje en ik moest echt oprecht. Ja. Ik had tranen in mijn ogen, want dat was exact, denk ik, wat elke vrouw voelt. Of is vaak onzeker. Mm-hmm. Elke vrouw is heel veel gezegd. Maar het zijn er veel die heel onzeker zijn over hun lijf. De grote meerderheid. De hele grote meerderheid is onzeker over hun lijf. En dat omschreef zo mooi het gevoel van... Kijk, het ligt niet aan u. Het ligt aan de dieetcultuur, aan de dieetmaatschappij... die ervoor zorgt dat jij je slecht voelt. Mm-hmm. En ook weer daarachter zit een hele berg geld. Maar uiteindelijk... Weet vooral dat het niet aan u ligt. Ja. Dat het echt aan de dieetcultuur is dat u doet geloven dat het aan u ligt. Ja. Ik denk dat dat ook een hele mooie is om mee af te sluiten. Op onze website www.getyourboost.be/14 kan je ook de korte samenvatting vinden van deze aflevering. We zullen er ook de link in plaatsen van die video. Ik zeg, je moet die video echt eens zien als jij je herkent in dat verhaal. www.getyourboost.be/14 We gaan daar ook onze download van Ditch the Diet in plaatsen, waarin we jou tips geven om eigenlijk op een gezondere manier met voeding te leren omgaan. Dus www.getyourboost.be/14 En dan zien we je volgende keer weer met een nieuwe aflevering. En vergeet zeker niet te sharen in je stories als je het interessant vond. Ja, zeker en vast. Tot de volgende!